Yo, Limburgse vloggers, Rijke hier. Hoe gaat het ermee? Met mij gaat het goed. Meestal gaan we voetbal spelen en dan spelen we team tegen team, zoals bij FIFA of Pro Evolution Soccer. Maar vandaag vond ik dit spelletje de Referee Challenge. Dus we mogen als scheidsrechter spelen. Lijkt me leuk. You've been chosen to referee at the World Cup. Oeh, ik ben scheidsrechter van de Wereldcup. Have you got what it takes and can you handle the pressure? Ik kan het zeker aan. You will have to make the big calls. Ooh. On false dives, offside and other parts. Dus ik mag eigenlijk gewoon scheidsrechter zijn. Chill. Have you got what it takes? Tuurlijk wel. Dat was voor mij. Ik weet niet. Was dat buitenspel? Was die buitenspel? Goh. Ik wil zeggen wel, maar dan met een voetje. Ah, lastig, ik denk het wel. Oh, wat is dit nou? Waarom gaat hij erin? Will be classed as goal. Ik denk 1. Ja, dat. Nee, de bal ging niet over de lijn volgens mij. Ai! Dat weet ik niet, dat heb ik niet opgedaan. 15? Sorry. Oeh, dat was 13, dat was 13. Dat was time. Dat was time. Nee, die ging niet over de lijn. Oh, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed, ja, dat was vol. Hij was niet buitenspel. Hij was niet buitenspel. Ja, was lastig te zien hoor. We gaan nog één keer proberen. Ja. Oké, doe ik mee. 19. Ja, maar 19 die rennen even tegenaan, hè. Het is zo lastig te zien. Ja, dat was buitenspel, sowieso. Dat was een dive. Oh! Oh! Ik denk het wel. Ik denk dat 100.000 get to. Ja, die laatste. Ze mogen kiezen waar kansen op gaan. Hey! Hans! Nee, dat was Hans! Godverdomme! Ja, waarom floot hij eigenlijk? Er was niks aan de hand! Leon? Nee! Ja! Eentje! Nu heb ik er maar 4, 5 goed. Ja, ik ben een slechte scheidsrechter.